Ja. Vallen en weer opstaan. Ja. Ja, dat zegt het eigenlijk, hè? Ja. Dat zegt het eigenlijk. Niet alleen respect ontvangen, omdat je gewond bent, maar vooral respect verdienen, omdat je weer eruit komt. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Wat ik mooi van dit boek vind, is dat die 10% die echt schade heeft, hè, in meer of mindere mate, en echt intensieve zorg nodig heeft, dat als je dat ook levert, dat je ziet wat je daarvoor terugkrijgt. Dat voor een enorme kracht de mens heeft om hier uit te komen. En ik vind het mooie, zit voor mij in de ondertitel. Het respect, daar hebben ze gewoon recht op, hè. Daar hebben ze recht op. Maar vallen en opstaan, dat moet je uit jezelf doen. En die kracht die mensen laten zien om door alle tegenslagen. Want het is niet alleen de wond zelf, hè, maar het is ook 2 stappen vooruit en weer 1 achteruit. Problemen met je lichaam, dat anders wordt. Problemen met je relaties, die anders worden. Keuze die je moet maken. Blijf ik in dienst, toch weer de focus naar voren hebben. De kracht die hieruit spreekt en dat maar doorgaan. Hè. Zeg maar doorgaan waar anderen stoppen. Dat spreekt mij hier in dit boek aan. En dat woord respect komt dan heel pregnant terug als je de offers ziet die militairen brengen voor anderen, maar ook hun familie en hun naaste omgeving brengt. En dan word je vooral stil van de kracht die je daar om je heen ziet. Ook in Afghanistan. Ik heb 282 brieven gestuurd naar nabestaanden van soldaten die zijn gesneuveld onder mijn leiding daar. Eigenlijk nooit iets gehoord van het was zinloos of moet het niet of waar was het voor nodig. Respect voor de keus die de zoon, dochter of vader heeft gemaakt. En respect voor het feit dat je af en toe in deze wereld wat moet doen om het beter te maken. Alle militairen die op missie gaan en die in hun ogen kijken als weg en op een vliegtuig, dan weten ze het is gevaarlijk. De meest rare vraag die in de Kamer kan worden gesteld bij een discussie over missie, is het risicovol? Ja, natuurlijk is het risicovol, anders stuur je geen militairen. Dan stuur je vooral anderen. En elke militair weet dat. En hij gaat vanwege het geld en kameraadschap en avontuur, dat is allemaal waar. Maar hij gaat ook met een stuk omdat hij weet, ja, we kunnen maar thuis blijven zitten, maar dan wordt het niet beter van. Ik ga tenminste iets doen met mijn leven, waardoor ik denk dat ik wat beter maak. Als er iets is wat volgens mij waar we winst zouden kunnen halen, is het als je iemand hebt die gewond terugkomt, dan is dat niet alleen een enorm groot offer van degene zelf, maar ook van zijn familie, zijn geliefde en zijn nabestaanden. En ik vind dat we daar wel wat meer aandacht aan zouden mogen besteden, met z'n allen. Als ik op Veteranendag zit en ik zie dat veteranen zijn uitgenodigd, maar hun familie niet, dan zeg ik, ruim nou een tribune in voor de nabestaanden. Van de gewonden, van de familieleden van de gewonden. Of gewoon voor mensen van het thuisfront. Want als je iemand terugkrijgt, en dat zie je ook in dat boek, mensen hebben wel de kracht van de omgeving nodig om stappen te kunnen zetten. Dus de omgeving leidt eronder mee. De omgeving moet ook kracht geven, teruggeven om de stappen te kunnen maken. En dat laat dit boek wel heel duidelijk zien. En ik hoop echt dat dit boek een ander beeld geeft over veteranen, een beeld van kracht. Maar ook mensen stil laat staan dat vrijheid niet voor niks is. En dat er soms een hoge prijs voor moet worden betaald. Alleen mag je die prijs nooit vergeten. Hier vlak in de buurt ligt een heel klein dorpje, Ra, dat kent bijna niemand. Daar staat een Canadees monument van 6 Canadezen die zijn overleden in april 1945, net voor het einde van de oorlog. En daar staat een heel mooi tekstje op. Daar staat, dying for freedom isn't the worst that could happen, being forgotten is. Dus het respect voor veteranen, hun kracht laten zien, maar ook als maatschappij nooit vergeten wat de offers zijn die zijn gebracht en dat blijven respecteren tot een eeuwigheid van dagen. Dat is het mooie van dit boek. En hoe meer mensen dit lezen, des te sterker komt die boodschap door.